Rob en Arjen de Vries van Albert Heijn uit Geemert zijn de beste supermarktondernemers van de provincie Noord-Brabant. De competitie om de zelfstandig ondernemer onderscheid te worden is het initiatief van de brancheorganisatie Het Vakcentrum. In deze tweejaarlijkse wedstrijd maken zelfstandige ondernemers onderling uit wie de beste supermarktondernemer van Nederland is. Hoe gaat het verder in het werk, Rob de Vries? Wat het inhoudt is dat er supermarkten zich in konden schrijven om met deze wedstrijd mee te doen. Daarbij werd een klantenonderzoek gehouden wat ze van de winkel vonden of van het bedrijf. En het personeel werd ook enquête gevraagd van hoe de werkgever met hun personeel omgaat. En er werd gekeken naar de betrokkenheid maatschappelijk dan. En de kassagroep werd zwaar beproefd of bekeken van hoe gaan die met de klanten om. En, dus eigenlijk het hele bedrijf wordt helemaal doorgelicht? Ja, die wordt helemaal gescreend en zeker voor het vervolg. Want we zijn nu bij de 12 provinciewinnaars, waarvan wij van Brabant. En de komende paar maanden worden we verder gescreend om te kijken of we nog verder kunnen komen. Maar, Arjan, de jonge generatie staat te popelen van ongeduld om het roer over te nemen. Maar dit is wel een lekker instappen zo, hè? Ja, super. Echt fantastisch. We werken er hard voor. En een stukje erkenning voor het werk wat we doen. Maar ook een stukje compliment natuurlijk voor het personeel. Hoe we hier die winkel met z'n allen neerzetten. En super. Enorme verrassing. We zijn er heel blij mee. En ik zie het ook als een heel mooi knipoog naar boven, naar Koen. Ja, want er is de afgelopen jaar nog wat gebeurd hier. Hè? Ik kan me eigenlijk goed voorstellen, zeker Rob. En jij ook, dat heel erg meespeelt. Ja, nee, absoluut. We hebben een zwaar verlies gehad afgelopen jaar. Onze bedrijfsleider die is overleden. Ook nog dit jaar en op dit moment overal. Ja, heeft wel mee aan de basis gestaan. Hè? Absoluut. Hij en samen met Rob, dat zijn echt een beetje de grondleggers van Albert Heijn Gamers zoals we nou kennen. Nou we toch hier zijn, eventjes Alpe d'Huez. Jullie gaan weer. Je hebt een prachtige button op van Arie Canari, dat is van Koen. Jullie gaan dit jaar weer met een team naar Alpe d'Huez. Ja, dit keer hebben we toch weer besloten om ook met dochter Koen, of met dochter Kim van Koen de bult op te gaan met familie, vrienden en ik als ondernemer dan. En om nog één keer te knallen om flink wat geld op te halen voor het kankeronderzoek. En om dit groot verlies te verwerken met elkaar. In ieder geval van deze plaats op succes en proficiat met haar woord. Dank u. Op 22 april wordt tijdens de dag van het vakcentrum de winnaar van de Nationale Zelfstandig Ondernemer Onderscheid zich Award gepresenteerd. En wie weet staan Rob en Arjan de Vries dan weer op het podium.